Dat kerken leeglopen is bekend, maar op de afscheidsdienst van de Schaapmankerk is het wel erg rustig. De dienst is alleen voor het oog van de camera, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Vanwege het feit dat er zoveel mensen zijn die hier hele goede herinneringen aan dit gebouw hebben, deed dat pijn in hun hart. Wat helpt is dat er een mooie bestemming voor de kerk is gevonden. Het wordt een sociaal plein. Dat betekent dat mensen die in onze samenleving op een of andere manier hulp nodig hebben, hier terecht kunnen. Ondanks het leeglopen van de kerk zijn de sociale contacten in Tiel nog sterk, merkt dominee Mieke Bregman. Verrassend veel mensen, ook die behoorlijk oud zijn en alleen wonen, blijken toch een goed netwerk om zich heen te hebben. Dus er is op het moment meer aanbod van hulp dan vraag. Wie denkt dat de Tielse ouderen met deze crisis alleen thuis zitten te kniezen, heeft het dus mis. Weet je, ze hebben bijna allemaal ook al een keer een oorlog achter de rug en grotere dingen in hun leven meegemaakt. Dus wat ik bij veel mensen zie, is dat ze verrassend bestand zijn toch.